Hallo en welkom terug op het The Lucky Bastards YouTube kanaal. Vandaag gaan we een video bekijken waarin Sagara Sozo met de tankjager FV215B 183 een battle speelt waarin hij 5,7k damage doet. De FV215B is een Britse tier 10 tankjager die 2398,57 schade per minuut kan toebrengen, doet 1150 damage en met de gold ammo en de HE ammo doet hij zelfs 1750 damage. Heeft een penetratie van 310, een herlaadtijd van 28,77 seconden. Heeft een gun depression van 5 graden, is niet zo veel. Heel opvallend bij deze tankjager is dat de turret achteraan de tank staat. En hij heeft een enorm kanon dus. Hè. Hij gebruikt eigenlijk de tankcomponenten van de MK2 Conqueror. Het voertuig zelf heeft nooit echt bestaan. Sagara Sozo is hier als eerste onderweg. Teamgenoten hebben al gezegd dat hij moet terugtrekken, maar dat doet hem dus niet. En bam! Hier pakt hem een soortgenoot mee, een FV215B, zet hem in brand en heeft hij met één schot volledig afgemaakt. Is al goed voor 2003 damage. Ongelooflijk, ongelooflijk. Sagara excuseerde hem nog. Lol, sorry, zegt hem. En daar gaat hem voor de tweede. Een T10 tier 9 heavy. Kijken of dat hem die kan pakken. Enemy destroyed. Wam! Ammo-rack, 1812 damage. Ongelooflijk kanon heeft de FV215B. It's my lucky game, zegt hem. Ja, staat ondertussen al op 3816 damage. Hier moeten we even opletten van de Centurion. Die heeft hem amper geraakt. Een schampschot. Zijn 3816 damage is al genoeg voor 2633 W8. En hier gaat hem jagen naar ofwel de Medium, die tot beneden aan het water staat, ofwel de E100. Ik kies eerst, ja, voor de Centurion. Heeft hem gepenetreerd. Hij heeft maar een klein beetje HP over. Hij probeert hem te rammen, maar dat lukt niet. En die wordt dan uiteindelijk afgemaakt door een teamgenoot. Target disengaged. Voilà, waardoor dat hij hem kan concentreren op de E100. En dat doet hem nog eens 611 damage. Ondertussen is het totale damage gestegen naar 5763. Ongelooflijk, ongelooflijk een tank. Sagara Sozo heeft hier al 3 kills ondertussen. Dan gaat hem op jacht naar de jachtpanzer E100, maar daar kan hem geen schot op krijgen. Dus zoals ik al zei in het begin van de video, deze tank heeft nooit echt bestaan. Er is één dummy van gemaakt geweest en daar is het project ook stilgelegd. Dus deze tank heeft nooit in battle geweest. Is nooit in battle geweest.
hier tracht hem nog wat laatste schade te doen. Ongelooflijk! Die had hem gemist. Ongelooflijk. Maar hier bleef het dus bij. Fantastische battle, 5.7k damage. Ongelooflijk goed gedaan, Sagaras sowieso. Bedankt om te kijken. Like de video, deel de video. En vooral kijk naar onze andere video's. En tot de volgende keer met een nieuwe battle review. Bye.